Wat een ongelooflijk leuke hartewens was dat van Lida uit Heerhugowaard. U weet het, wij geven mensen de kans zich eens een ster te voelen. En nu komt alweer onze volgende ster van vanavond, Herman uit Beverwijk. Wat is jouw hartewens, Herman? Ik zou graag eens Maurice de Hond uitlaten. We hebben de hele week tijdens de voorbereiding al zo moeten lachen met Herman. Enorm gevoel voor humor. Dit was natuurlijk een grapje. Nu volgt zijn echte hartewens. Ik zou graag eens verliezen van Peter winnen. Ja, zo kan de show natuurlijk uren duren. Maar Herman gaat nu serieus worden, hè? Anders lopen we uit, Herman. Wat is je hartewens? Ik zou graag eens een half uurtje op Joep van het Hek gaan zitten. Ontzettend leuk, Herman. Nu je echte hartewens graag, Herman. Ik zou graag een keer willen blaasvoetballen tegen Nederland zelf al. Ja, ja, lacht u maar, lacht u maar. Ja, ja, u denkt, maar wie hebben we hier? Benny Wijnstekers en René van der Gijp. Jongens, pakken jullie je blaaspijpjes? Stel je op, de liefste wens van Herman uit Beverwijk gaat nu in vervulling. Ja, jullie zijn het Nederlands elftal en ik ben Cyprus. Wie het eerste doelpunt maakt, heeft gewonnen. Prettige wedstrijd, heren. En Cyprus gaat gelijk in de aanval. Nederland neemt over. Cyprus blijft aandringen. Ja, Nederland heeft nu al moeite om vanaf de eigen helft te komen. Kijk eens hoeveel die Cyprioten daar in de weer zijn. En Van der Gijp verdedigt terug. Dat heeft hij jaren niet gedaan. Hij verdedigt uitstekend terug, mag ik wel zeggen. Ai, wat een gevaarlijke manoeuvre voor het eigen doel. Langs daar van der Gijp. Ja, oh, kijk, die Cypriot is fanatiek in de verdediging. Ja, oh, 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 als dat maar goed gaat voor het Nederlands elftal. Ai, 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 ai. De bal komt maar niet weg van onze eigen helft. Oh, oh, een scrimmage voor het doel, een scrimmage voor het doel. En een enorme knal op de bodem daar. Cyprus blijft sterk aandringen. Heel gevaarlijk daar voor het doel. Ah, en Cyprus heeft gescoord, dames en heren. Ben, René, hartelijk bedankt. Neem het applaus voor de zaal in ontvangst. En ik hoop dat het volgende week beter gaat. Ik zou zeggen, Herman, laat het applaus nog één keer als een warme douche over je heen komen.